We hebben het over omvolking, maar ook over wat daarna wordt gezegd. Oké, we gaan omvolking niet meer gebruiken, maar we noemen het een zeer zorgelijke demografische ontwikkeling. Maar wat betekent dat nou? Want als je het hebt over mensen wiens ouders hier in Nederland zijn geboren en de statistieken die de heer Wilders net aanhaalde, dan gaat dat over mensen die één ouder uit een ander land hebben. Dus dan gaat het helemaal niet over asiel, dan gaat het helemaal niet over migratie. Dan gaat het over mensen die hier in Nederland leven, geboren zijn, wonen. Dus dan vraag ik me af, wat is daar nou precies zeer zorgelijk aan? Nou, dus dat, dus ook de toenemende asielinstroom en de migratie, ook de gezinsmigratie, die Nederland gewoon niet aan kan, die de spuigaten uitloopt en waar je, denk ik, als je verantwoord politicus bent, wat aan moet doen. En dat doen we. En ik kom alleen maar in die steden mensen tegen die zeggen, meneer Wilders, ik heb niks tegen die mensen. Ik heb helemaal niets tegen die mensen. Maar het lijkt wel een beetje alsof ik hier een vreemde in mijn eigen straat ben geworden. Weet u, ik bedoel, ik herken me daar niet meer in. En dat zijn geen racisten. Dat zijn geen antisemieten. Dat zijn gewoon mensen die zich zorgen maken dat in hun wijk, in hun straat, vaak wonen ze er al generaties, dat verandert. Ze hebben geen hekel aan die mensen, maar ze vinden wel dat hun stad en hun wijk en hun straat verandert. En wij kunnen dat als Nederland, voorzitter, ook niet aan. We kunnen het niet aan qua sociale zekerheid. We kunnen het niet aan qua beroep op de zorg. We kunnen het niet aan als het gaat om onze huizen. We hebben een gigantisch woningtekort. En wat is, ik kom daar zo nog op terug, voorzitter, wat is een van de mooiste maatregelen, als u mij toestaat, die wij nu in dit akkoord hebben opgenomen, wat mij betreft, is dat we die voorrang voor statushouders, mensen die later in die staatjes terugkomen, voor statushouders op sociale huurwoningen, dat we dat eindelijk gaan afschaffen op basis dat ze geen voorrang meer krijgen, althans niet op basis van het zijn van statushouder. Dat gaat eruit. En dat leidt tot gejuich in bijna alle woonkamers van Nederland. Kinderen zorgen nu ervoor dat ze geen gezin kunnen beginnen, omdat ze nog bij hun ouders bovenop kamers wonen en niet meer een huis kunnen vinden. En dat komt onder andere hierdoor. Door die toenemende migratie- en asielinstroom krijgen we dat de mensen die hier in Nederland zijn geboren en getogen, dat die geen voorrang krijgen, terwijl die statushouder die er misschien net een half jaar is, dat wel krijgt. En het is hartstikke goed dat we daar eindelijk wat over zeggen. En het is nog veel beter dat we daar eindelijk wat aan doen. En wat ben ik trots dat we als PVV die maatregel voor elkaar hebben gekregen. Maar voorzitter, de heer Wilders geeft geen antwoord op de vraag. Want het gaat over mensen die hier geboren zijn. De statistieken die hij aanhaalt zijn Nederlanders. Dat zijn mensen die hier geboren zijn, die misschien één ouder hebben die niet uit Nederland komt. Dan zit je namelijk in die statistieken. Dus eigenlijk wat de heer Wilders zegt, en dat kwam namelijk ook al in die hoorzittingen niet naar voren, en de heer Wilders geeft daar ook geen antwoord op, is namelijk dat omvolking op deze manier, op een nette manier wordt omgekapt, met andere woorden, maar nog steeds dezelfde racistische, walgelijke drek is. Voorzitter, dat is het. Het gaat hier om Nederlanders. Het gaat helemaal niet over die asielinstroom. Die zit helemaal niet in die cijfers. Dat wilt u misschien die mensen vertellen. Maar het gaat gewoon om Nederlanders waar u het hierover heeft. En dan is het niks anders dan gewoon op een nettere manier zeggen dat je omvolking legitimeert. En dat, voorzitter, vind ik een grote schande. Ja, maar dat is niet waar. Want nogmaals, omvolking en de omvolkingstheorie, een walgelijke theorie, gaat ervan uit dat er planmatig, het is ook een soort idioot idee dat je denkt dat er een overheid is die planmatig van plan is om een bevolking om te volken. En dat is totale waanzin. Er is geen overheid in Nederland die dat van plan is om dat te gaan doen. Dus die theorie die is walgelijk verwoorden. Dus u kunt die vergelijking met dat woord ook helemaal niet trekken. Want dat is helemaal niet wat wij bedoelen. Wat we wel bedoelen, en dat is, nogmaals, u zegt die cijfers zijn mensen die hier zijn geboren. Dus hier zitten ook mensen in, zeker in die cijfers van 2000 van nu, mensen die inderdaad de afgelopen jaren via migratie en gezinshereniging binnen zijn gekomen. Die zitten in die cijfers van nu die ik heb genoemd. Daar zitten ze ook in. Het zijn niet alleen maar mensen die hier geboren zijn. Maar mijn punt is dat heel veel mensen in Nederland, in een wijk en in een stad, niet niks hebben aan die politiek correcte praatjes van u. Die vinden gewoon dat ze hun stad en dat ze een vreemde in hun eigen straat dreigen te worden. Dat ze hun dochter niet meer op straat naar school durven te sturen. Dat ze niet meer hun kinderen op zaterdagavond naar de kroeg durven te laten.
laten gaan. Dat de vrouw voor hoer en weet ik wat allemaal wordt uitgescholden op straat. Dat een tasjes worden geroofd. En dat is echt niet alleen door deze mensen, maar dat gebeurt wel ook heel veel in deze wijken. Dat mensen losgekoppeld zijn aan de werkelijkheid. En daar moet je toch wat van kunnen zeggen. Daar willen mensen en Nederlanders, dat zijn geen racisten, dat zijn geen mensen die discrimineren, maar wel willen dat we daar wat aan gaan doen. En wij gaan er nu eindelijk wat aan doen. Al praat die door tot u een blauw gezicht krijgt. Wij gaan dat doen. Wij gaan dat doen. En ik ben er trots op dat we het doen. Hiervoor, onder andere, is mijn partij de grootste partij geworden. Omdat iedereen, zoals u meteen roept, dat iedereen die daar wat van zegt een racist is. Wij zijn geen racisten. De mensen in Nederland die in die wijken wonen zijn geen racisten. Ze vinden gewoon dat Nederlanders weer op één moeten komen te staan. En daar is niets mis mee. Voorzitter, inderdaad, die mensen zijn geen racisten. En het is zeker niet makkelijk in Nederland om altijd alles met elkaar goed te regelen. En daar zullen we aan moeten werken. Maar ik vind het toch wel heel erg ziek dat als je het hebt over omvolking en dat omkapt naar zorgwekkende demografische ontwikkeling, dat je het eigenlijk hebt over Nederlanders die hier geboren zijn, maar die misschien een ouder hebben uit Azië of uit een ander land of continent dan Nederland. Want eigenlijk wat de heer Wilders zegt, is ze zijn niet wit en daarmee zijn ze een probleem. Ja, dat zeg ik niet. Weet u, voorzitter, ik heb zelf ooit, weet ik hoeveel jaar geleden, heb ik in Kanaleneiland gewoond, in Utrecht. En ik was daar in het begin, waren er misschien 2 of 3 mensen van buitenlandse afkomst die daar woonden. En op het laatst, na daar tientallen jaren te hebben gewoond, was het gewoon een stukje Marokko. Ik weet niet wat het was geworden. Ik weet wel dat als ik in mijn auto 4 straten verder moest parkeren en dan moest rennen naar mijn woning 's avonds, want ze renden achter me aan. Ze wisten inmiddels al wie ik was. Ik zat toen nog bij een andere partij en ik was bekend. En ik moest rennen om niet in elkaar geslagen te worden. Gewoon in mijn eigen wijk. En dat was onder een islamitische slagerij en er kwamen 2 moskeeën. En op straat zag je alleen maar mensen in jellaba's. En nogmaals, ik haat die mensen niet. Maar je hebt het gevoel dat je niet meer in je eigen land woont. Waarom mag je dat niet zeggen? Dat speelt al jaren in dit land. Van Kanaleneiland tot Gouda, tot Weert, tot Rotterdam, tot een Amsterdam, tot hier in Den Haag. En waarom mag je daar niet wat van zeggen? En waarom mag je daar niet wat aan doen? Half Nederland maakt zich daar zorgen over. En eindelijk staat er een partij op die er wat aan doet. En dat zullen wij blijven doen. En heel veel Nederlanders zijn ons daar dankbaar voor. Mevrouw Ouwehand.